Het zichtbare schakelprogramma samengevat in twee minuten. Na de motie Hamer van september 2008 heeft ZonMW met het zichtbare schakelprogramma geïnvesteerd in de rol van de wijkverpleegkundigen. In fase 1, 2008 tot 2013, lag de focus op het vergroten van de zichtbaarheid van de wijkverpleegkundigen als speel in de wijk. 500 verpleegkundigen werkten hieraan mee. De competenties die zij inzetten werden in 2012 beschreven in het expertisegebied Wijkverpleegkundigen. Hiermee lag er een stevige basis voor Fase 2, met als uitdaging. De gezondheidszorg verandert. Hoe stimuleren we dat er meer wijkverpleegkundigen komen, geschoold volgens het expertisegebied? Vanaf 2014 is met Zichtbare Schakel ingezet op. deskundigheidsbevordering, samenwerking tussen onderwijs en praktijk en aandacht voor teamwerk. Er zijn mooie mijlpalen bereikt. Samen met VNVN werden ambassadeurs getraind. Dit zijn wijkverpleegkundigen die gesprekspartner zijn van zorgverzekeraars, gemeenten, bestuurders en de staatssecretaris van VWS. De ambassadeurstrajecten voor wijkverpleegkundigen zijn heel goed. Ze genereren aandacht en ze komen regelmatig langs bij VWS. Meer dan 4500 wijkverpleegkundigen volgden met subsidie een training. Zo is de deskundigheid bevorderd op indiceren en organiseren van zorg. Het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020 heeft wijkverpleging een duidelijke plek gegeven. Alle verpleegkundeopleidingen zijn ermee bezig. In elf leernetwerken leren honderden docenten en zorgprofessionals samen en van elkaar over de ontwikkelingen in de wijkverpleging. Zichtbare schakel is ingesprongen op wat nog niet gebeurde: van concrete producten tot regionale leernetwerken. Met Actis is gewerkt aan meer stageplekken en handige tools om studenten kennis te laten maken met de wijk. Er is meer aandacht voor de MBO zorgprofessionals. Zo is het eerste ambassadeurstraject voor verzorgenden inmiddels gestart. De zichtbaarheid van de wijkverpleging is heel erg toegenomen en er is een reeks mooie producten die daarbij ondersteuning biedt. ZonMW is trots op de resultaten die met inzet van velen zijn bereikt.